De overheid staat in de boeken van de EBS genoteerd als wanbetaler. Dit haalde minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen aan afgelopen dinsdag in de Nationale Assemblée. Hij reageerde op opmerkingen van leden die vinden dat de overheid de EBS niet betaalt voor straatverlichting en dat de overheid de burger hiervoor laat opdraaien. De bewindsman merkte echter op dat de burger niet betaalt hiervoor, aangezien de kosten voor straatverlichting geen onderdeel zijn van de kostprijs van elektriciteit. Abiyamofo voerde aan dat het al een aantal jaren zo is dat de overheid de EBS niet betaalt voor geleverde diensten. De opeenvolgende regeringen betalen niet voor straatverlichting, niet voor de aansluitingen van de ministeries. Is dat gezond? Is dat een gezonde situatie? Zeker niet. En daarom heb ik ook aan mijn collega's gevraagd in de Raad van Ministers om toch wel na te gaan hoe wij een aanvang kunnen maken met het betalen tenminste van de stroomrekeningen. De bewindsman voegt hieraan toe dat deze situatie van niet betaalde diensten door de overheid toch een keerzijde heeft. Dat heeft volgens hem te maken dat er over en weer vorderingen zijn op de overheid. Ja, EBS heeft vorderingen op die overheid, want die overheid betaalt niet voor die geleverde diensten. Maar aan de andere kant moet EBS het veelvuldige aan die overheid betalen. Want wat gebeurt? Die op dit moment hydro-energie wordt opgewekt. Het wordt door SPCS aan de staat geleverd, niet aan EBS. Ja, thermische energie wordt opgewekt door SPCS, de staat, de LIFO. Die overeenkomst is niet met EBS, het is met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Die overheid koopt die stroom op en levert aan EBS. EBS moet dus betalen aan de overheid. En dat geschiet ook niet. Dus wat die staat, wat die overheid te vorderen heeft op EBS, is vele malen meer dan wat EBS te vorderen heeft op de overheid. Minister Abiyamofo vindt dat dit geen gezonde situatie is en dat de instantie zo snel mogelijk hiervan moet afstappen.